Oké. Dus je gaat een workshop geven op het congres. In een workshop laat je het publiek jouw werkwijze of theorie ervaren. Zo blijft je boodschap beter hangen. Mooi. Maar hoe pak je zo'n workshop nu precies aan? In een workshop wissel je theorie af met oefeningen. De balans hiertussen en de volgorde bepaal je zelf. Je kunt eerst jouw verhaal vertellen en dan pas een oefening doen. Zo geef je deelnemers de kans om opgedane kennis gelijk in praktijk te brengen. Je kunt ook starten met een oefening om deelnemers direct iets te laten ervaren. Ze kunnen zich dan inleven in de situatie en dat is een mooi vertrekpunt voor jouw verhaal. Goede actieve werkvormen voor een oefening zijn bijvoorbeeld een rollenspel, een casusopdracht of een brainstorm sessie. Bepaal een goede groepsgrootte voor de oefening. Zorg dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt en bedenk een goede manier om ervaringen van deelnemers achteraf op te halen. Wil je bijvoorbeeld iedereen het resultaat laten delen of vraag je gericht naar enkele ervaringen? Tot slot, bedenk goed hoeveel tijd je voor elk onderdeel van de workshop nodig hebt. Deel dit met het publiek en hou zelf de tijd in de gaten. Zorg voor een duidelijk einde van de workshop met een conclusie of een samenvatting. Veel succes!